De eerste herinnering aan FC Utrecht? Dat is heel lastig. Ik denk dat het stadion het eerste herinnering was. Dat je hier binnenkwam? Dat ik hier binnenkwam. Ik ben, voordat ik bij FC Utrecht kwam, ben ik nog nooit in een voetbalstadion geweest. Nee. En ik kwam binnen en ik dacht, wauw, het is groot. En al die mensen en iedereen weet waar ze naartoe moeten. Hoe raken ze de weg niet kwijt? Ja. En ik liep heel trouw achter mijn broer aan. Ik denk, hij is hier vaker geweest. Hij weet waar we naartoe moeten. En ik doe net of dat ik alles weet. Maar ondertussen voel je je zo klein. Ja. Ja, maar ik weet wel dat het was grandioos. De eerste keer dat je kwam, de sfeer. En iedereen was vrolijk en gezellig. Maar je broer besloot jou op een dag mee te nemen. Ja, hij heeft ooit de seizoenskaart gewonnen. Ja. En dat beviel hem eigenlijk best. En toen ging zijn vrouw ook mee. Die besloot ook een kaart te halen. En toen zei ze tegen mij, joh, haal jij ook een seizoenskaart? Gaan we gezellig met z'n drieën? En ik had zoiets van, ja, dat is leuk, dat kunnen we wel doen. Ja. Dat gaan we doen. Ja, dat begrijp ik. Ja. Hoe lang is dat inmiddels geleden? Ik denk een jaartje of 9 ondertussen. 9 jaar dus, trouwens. Ja, elk seizoen lijkt weer het nieuwste, maar ondertussen vliegen de jaren voorbij. Ja. En wat als je FC Utrecht moet omschrijven, zeg maar, wat gaat er door je heen? Wat is je gevoel bij FC Utrecht? Het vak waar ik in zit is, en waarmee het ooit begonnen is gezelligheid. Ja. Maar ondertussen is het ook strijdlust en eenheid. Ja. En je gaat er als eenheid ga je er met z'n allen voor. En als het dan niet lukt, ja, even jammer. Ja. Ik ben ook niet zo dat het dan mijn dag laat beïnvloeden. Dat ik een heel weekend chagrijnig blijf als het even niet gaat. Maar je merkt vooral de eenheid en de strijdlust. En, dat is ook het willen, ja, het is echt een volksclub. En als ik vraag naar de FC Utrecht moment of FC Utrecht spelers, of maakt niet uit wat komt er dan in je op? Ik vind qua spelers van alle tijden, wat ik heb meegemaakt, blijf ik Dries Mertens toch wel ontzettend goed vinden. Hij is heel snel, hij is behendig, hij kan alle kanten op met de bal. Ja. En qua echt momenten en ervaringen vind ik de groepsfase van de Europa League, dat was grandioos. Ja. Uitverkocht. Uitverkocht, sfeer goed, gewoon zingen van begin tot het eind. En welke wedstrijd grandioos. Was dat? Misschien Celtic in de voorronde daarvoor? Ja, eerst Celtic in de voorronde en ik geloof in de groepsfase was Napoli, Liverpool en Boekarest inderdaad. Ja. Dus dat vond ik grandioos. Het seizoen erop, kijk, je hebt nou de ploeg moet inderdaad nu gevormd worden. Er komt volgend jaar een nieuwe trainer in de wandelgang. Ja, dus dan moet je weer kijken. Het team moet opnieuw zijn draai vinden en zijn vorm vinden met z'n allen bij elkaar. Maar vertrouwen in dat het goed gaat komen. Absoluut. En als het niet goed komt, dan hebben we het nog naar ons zin. Dus mag de pret niet drukken. Nee, anders denk ik dat we wel vrij veel hebben behandeld zo nu. Ja, ik heb het naar mijn zin. Ik hoop dat ik dat nog jaren mag hebben hier. Ja, dat hopen wij ook. Dat je nog jaren hier op hetzelfde plekje mag zitten. Ja. Bedankt voor het interview. Ja, graag gedaan.